Hoi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer iets heel leuks maken. We gaan namelijk een bijzondere, langhoudbare bloemenkrans maken. Ik heb er zin in. Heb jij er ook zin in? Doe dan een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je onder een kopje cursuspakketten. Goed, wil je meedoen aan de winactie? Laat hieronder een leuke reactie achter. Doe even een duimpje omhoog en dan doe je al mee. We hebben vandaag ook weer een winnaar, die komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen via de mail. En je hebt een cadeaubon ter waarde van 15 euro gewonnen die je vrij mag besteden in onze webshop. Wil je dubbel kans maken, dan kan je deze video delen op Facebook of Instagram. Je kan me daar trouwens ook volgen. Daar deel ik ook veel als ik weer nieuwe dingen heb gemaakt en dat soort dingen. Vooral op Instagram deel ik heel veel, dus mocht je me daar willen volgen, dan kan het ook. En dan zou ik zeggen, laten we gauw beginnen! Zoals ik al zei, gaan we aan de slag met een bijzondere krans. Nou, bijzonder is die. Het was een hele krans, het is nu een halve krans. We gaan er weer een hele van maken, dus net eventjes weer iets anders dan anders. Deze heb ik al nat gemaakt, dat mag je van tevoren doen. Druk hem niet onder water, hou hem niet onder de kraan, maar laat hem zelf vol zuigen. En dan gaan we gauw beginnen. Zoals ik al zei, gaan we aan de slag met een bijzondere krans. Het was een hele krans, het is nu een halve krans, maar we maken er weer een hele van. Ik heb deze al vol laten zuigen met water. Dus dat is altijd even belangrijk. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden ook door heel Nederland, België en Duitsland. Dus het komt gewoon naar je toe. Je kan het daar bestellen en eventueel ook losse materialen. Daarnaast ben je nog niet geabonneerd. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. De krans die we vandaag maken is lang houdbaar. Dus daar gaan we dan ook mee aan de slag. Ik heb mooie materialen. Je kan het ook laten indrogen. Dus dat is natuurlijk super tof. Het lijkt misschien nu gek, maar straks maken we er een heel mooi rond bloemstuk weer van. De vorige keer waren jullie erg enthousiast over de herfstkleuren. We gaan er vandaag ook mee werken. En allemaal materialen die eigenlijk ook goed indrogen. Allereerst gaan we de krans volsteken met mooie materialen. Dit doe ik met verschillende materialen. De appeltjes kan je eventjes op een stokje zetten. Dit doe je als volgt. Je steekt hem eigenlijk er gewoon onderin. Het kan gewoon met een saté prikken, cocktail prikken. Kijk. Dit kan je eventueel met vruchtjes doen. Dat doe je ook op deze manier. Je pakt het lampionnetje, je steekt het draadje er doorheen. Dan pak je hem samen en dan wikkel je een van de draadjes om het steeltje heen en dan heb je hem zo samen. Mocht je wat ingedrukt zijn, dan blaas je hem even weer bol en zo kan je die ook gebruiken. Wat je eventueel ook kan doen met het lampionnetje als je het ijzerdraad te lastig vindt, is gewoon even een krammetje. Dan moet het krammetje wel lang genoeg zijn. Die buig je er voorzichtig doorheen en dan kan je hem eigenlijk ook zo in de krans verwerken. We steken de krans compact op. Het is belangrijk dat je de zijkanten open laat, dus dat we daar nog weer in kunnen steken. Dus je steekt vooral de binnenkant, de bovenkant mooi op en de zijkanten laat je vrij. Goed, dan ga ik beginnen met het volsteken van de krans. Ik doe het gemengd met alle materialen die ik net heb laten zien.
Zoals je kan zien is hij heel mooi opgemaakt. Hij is trouwens zo ook heel leuk om neer te zetten, maar dat gaan we vandaag niet doen. Wat we wel gaan doen is hem nou weer rondmaken. En dat doen we heel luchtig met mooie materialen. Ik gebruik daarvoor bijvoorbeeld berengras en daarmee gaan we hem weer verbinden. Dus daarmee maken we hem weer rond. We maken dus zelf de boog. Je steekt het aan de ene kant erin en dan buig je weer naar de andere kant toe. En dan kijk je even hoe lang die moet zijn om hem weer erin te steken. Zodat je hem dan weer mooi rond maakt. Kijk, zo doen we dat. En dat herhalen we, zodat we het heel mooi luchtig, maar wel weer rond krijgen. Zoals je kan zien, zie je wat het idee wordt. We gaan het nog even afwerken met een klein beetje siergras en asparagus. En dan is die eigenlijk helemaal mooi. Dan gaan we ook nog even de zijkantjes waar je nog oase zit, mag je nog even opvullen met het restmateriaal wat je dan nog hebt. Ik laat het siergras en de asparagus meelopen met het berengras. Mocht je alleen het berengras willen doen, kan dat natuurlijk ook. Dan kan je het siergras eventueel gebruiken aan de andere kant. Als je nog zijtakjes over hebben, kan je die gerust gebruiken nog in de krans. Zo maak je echt een hele bijzondere krans. Je kan hem op allerlei verschillende ondergronden natuurlijk doen. Misschien heb je thuis een mooie schaal. Ik heb er ook een aantal los in de webshop staan. Deze is heel mooi. Of bijvoorbeeld die zwarte. Komt hier ook heel mooi op uit. Ja, en dan heb je echt een hele aparte krans. Zo om weer zelf rond te maken, te verbinden. Is het gewoon net even iets anders. Ook hele warme kleuren en de materialen drogen eigenlijk allemaal mooi in. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.umonlinebloemist.nl, daar vind je het onder kopje cursuspakketten. Wees er snel bij, op is op. En wil je meedoen aan een winactie? Laat hieronder weten wat je van deze video vindt, wat je graag wil zien. En doe even een duimpje omhoog. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken en dan zie je me de volgende keer weer.